Goeiedag, we hebben een zeer warm weekend. Zondagmiddag werd het zelfs tropisch warm. Enige verkoeling was vooral op de stranden te vinden, omdat daar ook een zeewindje opstak. Nou, vanavond hebben we ook nog een zeer warme, zwoele zomeravond. En ook vannacht blijft de temperatuur erg hoog. Maar er gaat wel wat veranderen. Deze dames hebben dat misschien ook al gezien via de kijker. Want het wordt geleidelijk aan toch echt wel minder warm. Of ik zeg geleidelijk, maar eigenlijk morgen is het al meteen een stuk minder warm. Geen dertigers meer. En dat komt omdat de stroming gaat draaien. We hadden vandaag nog te maken met een overwegend zuidelijke stroming die die zachte lucht aanvoerde, maar de stroming die gaat westelijk worden. Hier zien we dat gebeuren. En met die westelijke stroming komt vannacht ook een storingtje voorbij en dat levert vooral in de noordelijke helft van het land een aantal buien op. En de dagen erna blijft het enigszins rustig weer. Hoewel er geleidelijk aan de tweede week helft wel wat meer buitjes ook gaan komen. Maar de temperatuur is echt duidelijk lager. En die komt omdat die westelijke stroming heel de week door blijft staan. En daardoor wordt er gewoon koelere lucht aangevoerd. Nou, vanavond is het zomerswarm. Als de zon ondergaat, ligt de temperatuur op de meeste plaatsen nog boven de 25 graden. Het is zonovergoten, er is weinig bewolking aanwezig. In de nacht minimumtemperaturen, ik denk tussen de 18 en 20 graden. In de stedelijke gebieden blijft het zelfs nog wel wat warmer. Het is wachten op die buien die gaan komen en dat de wind naar het westen gaat draaien. Dan wordt het wat koeler. Dat zien we dan ook morgen terug. Middagtemperaturen tussen de 21 en 23 graden. Misschien in het zuidoosten lokaal nog een graadje warmer. Met een afwisseling van zonnige perioden en wat wolkenvelden. In de vroege ochtend mogelijk nog dat er in het noordoosten een buitje valt. Maar dat trekt dan weg richting Duitsland. Dinsdag een grotendeels droge dag, met ook zonnige perioden, later waarschijnlijk wel wat meer wolken. En de temperatuur opnieuw zo tussen de 20 en 23 graden. En we zien ook die westenwind terug. Als we dan nog even naar de pluim gaan kijken, dan kunnen we ook mooi zien dat we juist dus op die zondag die hoge temperatuur nog hadden. Vandaag dus. Maar daarna gaat die temperatuur richting die 22 graden. En als we de pluim helemaal afkijken, dan zien we eigenlijk dat er in de komende twee weken qua temperatuur niet zo heel veel gaat veranderen. Langzaam maar zeker op het eind iets meer onzekerheid. Pakken we tot slot de neerslag er nog eventjes bij. Loop ik weer helemaal naar voren. En dan zien we op maandag duidelijk dat neerslagsignaal. Maar dat zijn eigenlijk die buien die in de nacht in vroege ochtend vallen. Dan tijdelijk weer wat droger. En vanaf donderdag toch ook wel duidelijk wat meer neerslagkansen. Dat zijn af en toe buien of storentjes die passeren. Maar daartussendoor krijgt de zon nog volop ruimte. Fijne dag.